Mijn naam is Jeroen van de Beemt. Ik ben 44 jaar en woon in Heerlen. Ik ben getrouwd, heb een zoon van 7. Ik heb geschiedenis gestudeerd en ben geschiedenisleraar. We staan op deze locatie omdat dit het oude café De Roskam is. Al vanaf de middeleeuwen een soort verbinding van Oost- en West-Brabant en eigenlijk van Vlissingen naar Keulen. Hier is dus echt van alles langsgekomen. Hier heeft van alles geslapen en andere dingen gedaan. En toen wij in Heerlen zijn gaan wonen en de kans kregen om buiten het dorp te gaan wonen en een huisje vonden met uitzicht op deze plek, toen waren we daar ja, echt heel erg blij mee. We zijn in de tuin bezig. We gaan er een beetje op uit. Ik lees graag. Maar ik hang ook graag voor de televisie of een computerspelletje. En als er straks weer tijd is, dan ga ik verder met een heel groot historisch onderzoek waar ik al een paar jaar mee bezig ben. Mijn oom Piet komt oorspronkelijk uit Wouw, hier een eentje verderop. En die kon echt fantastisch verhalen vertellen. Die had een enorme passie en liefde voor lokale geschiedenis. Als ik lesgeef en ik krijg het voor elkaar om een hele klas met 15-jarige pubers met traantjes in de ogen achter te laten, met opzet, dan heb ik echt een enorm goed gevoel waar ik een paar weken van loop te zweven. Het enige wat ik jammer vind is iets heel anders. Dat ik in mijn jeugd nooit heb ontdekt hoe ontzettend leuk rugby is. Want dan had ik dat zo graag gaan doen, maar daar ben ik nou echt veel te oud en te gammel voor. Ik schrijf gedichten. Niet heel vaak, maar ik doe het wel. Vrienden van me die zouden waarschijnlijk zeggen dat ik wel heel loyaal ben, trouw, eerlijk, maar altijd verjaardagen vergeten, 2 linkerhanden heb en heel veel flauwe grappen maak. Bij twijfel gas geven.